De ontbrekende schakel N316 is nu open voor verkeer en heeft de naam Burgemeester van Bremenweg gekregen. De Koninklijke BAM-groep zorgde ervoor dat de weg gelegd werd en deed dit in opdracht van provincie Gelderland. Deze weg is een nieuwe directe verbinding tussen Zeddam en ' s-Heerenberg en biedt veel regionale, economische en logistieke voordelen. Dit is ontzettend belangrijk voor de bereikbaarheid van onze mooie Achterhoek. En met name ook de verbinding tussen de Achterhoek en Duitsland. De verbinding tussen de N18 en de A3. Maar bijvoorbeeld ook de containerterminal in Emmerich is nu veel beter bereikbaar. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk de bereikbaarheid van onze inwoners. En dan met name dat we veel minder verkeer hebben door de dorpen. Bijvoorbeeld ’s-Heerenberg en Zeddam. En zo hebben de inwoners van de Achterhoek minder overlast. Het aanleggen van de ontbrekende schakel was een lang proces met een groot belang. Wat begon in 1975 als stiplijn op een kaart, is nu daadwerkelijk een efficiënte en veilige route tussen Emmerich en Doetinchem. Daarmee is het niet alleen van groot belang voor de gemeente Montferland, maar voor de hele regio. We zijn blij dat het verkeer niet meer door de kernen heen rijdt en daardoor versterken we de leefbaarheid in Zeddam, in Azewijn en in ’s-Heerenberg. Al met al een heel mooi resultaat. Dit is een moment waar we lang naar hebben uitgezien. Zowel gedeputeerde Christiane van der Wal als wethouder Oscar van Leeuwen hebben aangegeven hoe enorm groot de betekenis is van de N316 voor Montferland en voor de regio. Wij zijn vanuit Montferland heel blij met de medewerking van de provincie op het gebied van de financiering en de aanleg van de weg. De Achterhoek. En dat is goed voor onze inwoners, maar dat is ook goed voor onze ondernemers. Omdat ze gewoon sneller, veiliger en beter hun goederen kunnen transporteren.